met den allochtoon. Ik ben een allochtoon, dan wat motherfucker, dit is mijn trots. De PVV heeft voorgesteld om ook de derde generatie immigranten in Nederland tot de allochtonen te rekenen. Dus de kleinkinderen van onze gastarbeiders. Geen grap, motherfucker. Officieel ben je een allochtoon als één van je ouders in het buitenland geboren is. He, dus zeg maar driekwart van het Koninklijk Huis is allochtoon. Nederland is één koekje bij de koffie. Zelf ben ik ook een allochtoon, want mijn moeder kwam uit Schotland. Waar hebben we het over? We hebben het over immigranten. Maar waarom zeggen we dat dan niet? Dat gaat eigenlijk al 40, 50 jaar terug. Na de Tweede Wereldoorlog leefde in Nederland het idee dat Nederland vol was. Ja, als je dat vandaag de dag hardop zegt, dan gooi je ze achter de tralies. Is Nederland vol, ja of nee? Ik kijk wel uit. Nederland is vol en iedereen die beweert dat het niet het geval is, heeft geheugenverlies. Ik wil u wel namens het bestuur zeggen dat Nederland niet vol is. In de jaren 40 en 50 was dat in Nederland een heel algemeen aanvaard idee. Daar kwam ons emigratiebeleid ook vandaan. Al die Nederlanders die toen naar Australië en Nieuw-Zeeland en Canada emigreerden, die deden dat omdat ze geld meekregen, want Nederland was te vol. Het is een bewezen feit dat Nederlandse immigranten vaak een succesvol exportartikel zijn. Eén zo'n bewijs is Truusje van Drempt, die in Australië werd onderscheiden wegens voortreffelijk burgerschap. Ondertussen kwamen er natuurlijk wel allerlei mensen het land in. Maar die mochten dus kost wat kost geen immigrant heten. Eerst natuurlijk de Indo-Indische Nederlanders. Nou, dat werden dus de repatrianten, de Surinamers. En dat werden dus de rijksgenoten. Toen gingen we arbeidskrachten importeren. En dat werden dus de gastarbeiders. Er was zelfs iemand die voorstelde om gastarbeiders internationale forensen te noemen. Alsof ze s'avonds gewoon weer teruggingen met de bus naar Istanbul. Na de gastarbeiders kreeg je dus de migranten, toen kreeg je de etnische minderheden, de nieuwkomers, de culturele minderheden, de medelanders, de nieuwe Nederlanders. Kortom, we doen maar wat. Zelfs de elementaire beleefdheidsregel om iemand van Marokkaanse afkomst gewoon Marokkaanse Nederlander te noemen, kunnen we niet opbrengen. We hebben te maken met Marokkaans tuig. Doe Marokkaanse rot, jongens. Daar ligt dus een belangrijk deel van het probleem. Foei! Als een Amerikaans politicus dat deed op die manier fulmineren tegen Asians of Hispanics, dan stond hij de volgende ochtend op straat. En terecht. I have brothers, sisters, nieces, nephews, uncles and cousins of every race and every hue scattered across three continents. President Kennedy proclaimed a half a century ago, we are a nation of immigrants. En dat is dus ook mijn voorstel. Dat wij eens wat meer een voorbeeld nemen aan de Amerikanen in dit opzicht. En dat wij dus spreken van immigranten, hun kinderen, tweede generatie immigranten. Als we het over hun kinderen willen hebben, derde generatie immigranten. En als we het over de landsaard willen hebben, nou, dan zeggen we dus gewoon keurig Indische Nederlanders, Turkse Nederlanders, Griekse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Spaanse Nederlanders enzovoort. Want dat zijn ze en zo moeten ze dus ook heten. Dus niet sleutelen aan dat begrip allochtoon. Nee, weg ermee. Weg met de allochtoon. Weg met de allochtoon.